Zo mensen, hallo, daar ben ik weer. Welkom bij een nieuwe vlog van Atelier Type Tinker. Het is vandaag maandag. Dan moet ik even denken hoeveel mei het dan ook is. 15 mei. Ja, maandag 15 mei. Afgelopen weekend waren wij in Amerongen. Zaterdag was dat, want dat was de dag voor moederdag. Dat was de 13e. En daar heb ik ook een leuk vlogje van gemaakt. En het was weer heerlijk om te gast te zijn in Amerongen. Daar sta ik al een aantal jaren en het is ook superleuk om te merken dat er dan mensen bij je kraam komen en zeggen, oh, ik heb al eerder iets bij je gekocht. Of ik heb een paar oorbellen, kijk, dan lopen ze met oorbellen in of een armband. En, nou, best wel veel mensen eigenlijk. Dus daaraan kun je merken dat ik er al een paar jaar sta. En dat je dan toch een beetje opbouwt. Dus dat is wel heel erg leuk om dat te merken. En grappig ook, dat je inderdaad mensen voorbij je kraam ziet lopen en denk, oh, kijk. Je draagt mijn armband. Ik vind het toch grappig. En ook dat mensen wel verrast zijn door mijn nieuwe modellen. Van, hey, je hebt hele nieuwe dingen. En, oh, wat leuk. Die neem ik dan in een andere kleur. Of, ja, het stuk. Mijn nieuwe modelletjes, die gaan hartstikke leuk. En dat weet je van tevoren nooit. Want ik bedenk natuurlijk wel wat. En ik verzin ieder jaar een paar nieuwe dingetjes. Maar je weet nooit of het aanslaat natuurlijk. Dus, maar het is gelukkig, ja... Mensen zeggen ook, ja, weet je, het is toch een typisch Tineke modelletje dan. En dan is het weliswaar iets heel anders, maar toch wel passend bij wat ze zoeken. Dus ja, zeker hartstikke leuk. Ik zit klaar voor een nieuw beest. Die past niet bij de zomer. Het is eigenlijk een winterbeest. Laatst had ik de Pasa's ver naar de Pasa. Nu heb ik iets wat ver voor de winter is, zeg maar. Alhoewel de temperaturen af en toe nog wel herfstachtig aanvoelen hier. Maar dit is echt een winterbeest. En die gaat voor mij ook winterkleuren krijgen. Dus dat gaan jullie zo even zien. Intussen tijd maak ik mij op. Wij gaan deze week, heb ik twee markten. Ik ga donderdag de 18e naar Diever. En ik ga zaterdag en zondag, maar daar gaan we vrijdag al naartoe, naar Baat Bentheim. En ook die markt, beide markten heb ik al eens gestaan. Die van vorig jaar voor het eerst. Is altijd op Hemelvaartsdag. En is niet zo'n grote markt. Is een vrij kleine markt. Ik denk, nou wat zal het zijn? 25 kramen of zo, denk ik. Maar wel een heel leuk marktje in een prachtig dorpje. En ook niet zo heel ver hier vandaan. Typisch Drents dorpje. Dus ja, vorig jaar was hartstikke succesvol en heel erg druk. We gaan zien wat dit jaar brengt. Dus, maar ik ben daar druk voor bezig. En ik ben er ook nog niet klaar mee, dus ik moet nog wel even aan de bak om de nodige dingetjes even weer bij te maken. Maar goed, dat betekent dus dat ik in Amerongen goed verkocht heb, dus dat is hartstikke fijn. Ik ga jullie naar beneden draaien, zodat jullie, of even opzij draaien, zodat jullie kunnen zien wat er met mijn beest gaat gebeuren. Geniet ervan, na het filmpje zien jullie mij nog even terug. Dag! Thank you.
Zo mensen, de pinguïn is klaar. En, had ik het gezegd of niet, bijzondere kleurtjes. Ik vind het prachtig met het, dat ijzige blauw en het paarse. En, ja, ik denk heel leuk geworden zo. Na dit stukje babbelen heb ik nog een heel leuk filmpje opgenomen hoe leuk het in Amerongen was. Dus dat kunnen jullie even zien. En we hadden ook zo geboft met het weer. Hè? Dus we hebben echt, de hele week was het slecht weer geweest. En die dag een stralend mooie dag. En gelukkig de zondag daarna ook nog. Want we hebben gisteren echt super lekker, of eergisteren, super lekker gefietst. Hele mooie route langs de Drentse A. Dat ga ik, heb ik wel gefilmd, maar dat ga ik even bewaren om later even ergens bij te plakken. Anders wordt het een beetje te lang allemaal, denk ik. En ik ga even laten zien dat ik zaterdag 27 mei in het centrum van Balk sta. Dus mensen in Friesland, of wil je een dagje uit naar Friesland? Hartstikke leuk. Dus 27 mei, langs het water, midden in het centrum, aan beide kanten van het water, echt, nou, ik denk best wel 100 kramen of zo zullen er wel staan. Sta ik ook al een paar jaar en altijd een hele leuke gevarieerde markt. Dus ik hoop dat we dan ook mooi weer hebben. Dat zou heel fijn zijn. En dan heb ik nog hierna na Balk, het weekend daarna op de zaterdag 3 mei, sta ik nog in Hogeveen bij Kunstwark in het Park. Dus woon je in de buurt van Hogeveen, dus ja, misschien wel een beetje in Overijssel of in Drenthe. Nou, neem de moeite even om misschien wel eventjes naar Hogeveen te komen voor een meet and greet. Je weet het niet. Daar neem ik uiteraard weer al mijn sieraden mee, mijn nieuwe modellen. Wordt vast ook weer heel gezellig, denk ik. Maar goed, we hebben nog... dus als ik dit film, dan... Even kijken, dit filmpje zal wel op de dag van Balk uitkomen, denk ik. Dus dan is het al aan de late kant, denk ik. Maar goed, op mijn website www.ateliertypischineke.nl, dan daar staat sowieso een hele lange lijst op met alle markten die ik dit seizoen ga doen. Dus dat zijn er een heleboel. Ik denk wel iets van in de 30 of zo, denk ik. Dus je kunt me vast ergens vinden. Als je ergens even kijkt in de lijst wat bij jou in de buurt is, dan kun je even snuffelen of dat inderdaad zo is. En nou ja, zoek je nog een leuk sieraadje. Van eigen hand, dan ben je van harte welkom. Kun je ook alles even passen. Want ja, ik snap wel dat het op beeld allemaal schattig uitziet. Maar ja, ik vind altijd sieraden moet je ook even passen. Is de pasvorm goed? En bij heel veel sieraden buig ik het ook even bij dat het mooi valt. Want ik vind het wel belangrijk dat de pasvorm van een sieraad goed moet zijn. Eigenlijk is het zo dat je het beste is als je een sieraad niet voelt zitten. Dus dat is eigenlijk het allerbeste. Als je een sieraad niet voelt, of het nou oorbellen zijn, of dat het nou een halshanger is of een armband. Als je het niet voelt, dat is natuurlijk het meest prettige. Dus dat probeer ik ook wel een beetje te bereiken altijd. Ik heb ook ontzettend veel ontwerpen waar geen sluiting op zit. Dus wat zonder sluiting sluit. Want heel veel dames hebben er, zeker dames een beetje op leeftijd, hebben er steeds meer moeite mee om kleine frunnik sluitingjes allemaal dicht te krijgen achter in de nek en zo. Dus nou, ik denk dat 80% van mijn sieraden zonder sluiting is. Dus dat probeer ik altijd wel zo te ontwerpen dat het niet nodig is. Heb ik nog meer te vertellen? Nou, je kijkt even op mijn social media. Ook, ik zit op Pinterest, ik zit op Facebook. Typisch Tineke voor mijn sieraden en Atelier Typisch Tineke voor mijn schilderwerk. Dus als je het leuk vindt om me daar te volgen, ben je ook van harte welkom. Dus Facebook, Pinterest, YouTube, maar dat zie je natuurlijk nu al. Instagram, dat komt nog. Moet ik trouwens wel nodig even mee aan de gang, want daar heb ik al een poosje niks opgezet. Dus moet ik eigenlijk even wat mee doen. En mijn website vind je sowieso. Alle links naar mijn social media staan altijd op mijn website. Kun je zo doorklikken, super makkelijk. Dat heeft mijn man geregeld, die is daar heel goed in. Dus die heeft keurig allemaal van die buttons gemaakt waar je op klikt en dan ga je daar rechtstreeks naartoe. Nou, heerlijk. Ben je trouwens, kijk je naar dit filmpje op YouTube, maar ben je nog geen abonnee? Abonneer je even.
is gratis. Je hoeft alleen maar een accountje bij YouTube te hebben. En dan is het geheel gratis. Maar dan krijg je alle filmpjes automatisch in je bibliotheekje. En dan krijg je, als je dat aanklikt, zelfs een melding als er een nieuw filmpje binnen is. En ik vind, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus nieuwe abonnees, of ken jij nog mensen die misschien deze filmpjes misschien leuk vinden? Stuur ze even een linkje van mijn film, dan krijgen ze het vanzelf. En dan, wellicht kunnen zij ook abonnee worden. Wees welkom. Ik vind het hartstikke leuk. Er is een leuke community al ontstaan met allemaal leuke dames en ook een aantal heren. Dus schroom ook niet, ben je man en wil je ook lid worden van de club? Wat heet lid, hè? Het is alleen maar een abonnementje op YouTube. Voor de rest doe ik er verder niks mee. Je kunt sowieso altijd een commentaartje geven. En ik geef ook altijd een reactie terug als er iemand reageert. Je kunt ook reageren via de mail of via de telefoon. Dan kun je me altijd wel bereiken ergens. Ik ga er weer mee stoppen. En ik zeg heel graag tot de volgende keer. Dag! Christian, I wish you.
Thank you.